De Vrie Rijsdijk, dit moet wel heel zuur zijn. Jullie zijn niet minder dan Go Ahead Eagles, maar zij gaan door en jullie liggen eruit. Ja, het is inderdaad zuur. Zeker dat het op deze manier moet gaan. Ja, het is gewoon jammer, wat je zelf zegt. Het is helemaal niet minder, dus het is zuur. Moet je wat geluk hebben dat de kansen binnengaan? Met name jij kreeg ook twee kansen. Eerste helft een schot over, tweede helft in het zijnet, zonde. Ja, klopt. Kijk, als die erin gaan, wordt de wedstrijd natuurlijk heel anders. Dan kom je 1-0 voor en dan moeten hun weer komen. Ja, en helaas gaan die ballen niet erin en blijven 0-0. En wordt het spannend op het einde. En dan krijg je de 1-0 tegen en dan gaan de kopjes een beetje hangen. Is de conclusie ook dat jullie eigenlijk die wedstrijd misschien wel woensdag verspeeld hebben? Toen het weliswaar 3-3 werd, maar jullie misschien meer hadden moeten winnen? Ja, eigenlijk wel. Maar kijk, er kan nog van alles gebeuren. Het is gewoon wel jammer dat je thuis nog 3-3 speelt. Maar we kwamen hier met het gevoel naartoe van het kan gewoon nog goed aflopen. En ja, we hebben het tot de 75 minuten eigenlijk gewoon goed gedaan. En dat is gewoon zonde dat je 1-0 achterkomt. Al met al komt er een einde aan een heel bewogen jaar. Ik denk ook voor jou misschien wel het meest bewogen jaar uit je carrière. Ja, zeker. Je begint gewoon heel goed het seizoen. Je doet bovenin mee. En daarna zak je gewoon veel plaats. Uiteindelijk hou je nog die play-off. En dan ben je gewoon blij dat je nog die play-off kan spelen. En dan is het gewoon jammer dat je in de eerste ronde alweer eruit gaat. Terwijl je gewoon goed voetbal speelt, denk ik. Ja, maar ook op qua leed is er heel veel gebeurd. Ja, absoluut. Zeker. Daarom was het alleen maar leuk dat we nog die nacompetities hebben gehad. Want dit seizoen, wat ik ook zelf zeg, vorig jaar. Met ups en downs. En het is gewoon zonde dat het zo afloopt eigenlijk. Hoe kijk je persoonlijk terug op dit seizoen? Want je hebt veel gescoord. Je hebt een belangrijk aandeel gehad in toch het succes van Dordt. Ja, zeker. Maar ik denk dat het eerste helft van het seizoen gewoon echt een teamprestatie was. En dan ga je zelf ook beter spelen. Dan kom je meer in de aanvallend, kom je weer in de positie. En dan score je, geef je assist. En tweede seizoen zelf wordt iets minder. Maar uiteindelijk pak je het daarna wel goed op. En ja, dan wil je de nacompetitie weer gewoon weer staan. En dan is het jammer dat je de eerste ronde er weer uit gaat. Het seizoen zit erop. Nog wel iets leuks. Jullie gaan nog wel op een leuk trainingskamp, hè? Ja, zeker. Op zich een leuke afsluiting. Dus al met al is het nog wel een redelijk seizoen geweest. De doelstelling was de nacompetitie en dat hebben we gehaald. En nu gewoon een leuke afsluiting. Ja, naar Curaçao, maar daar moet je nu even niet aan denken, denk ik. Nou ja, het is gewoon zuur. Het is jammer. Ik denk dat iedereen wel nog een ronde verder wil gaan. En, de kans staat er gewoon in. En daarom is het alleen maar zuur dat je zo eruit gaat.